die veronderstelde burgemeester. Het was de mop van de week in de wedstrijd. En in het land van het surrealisme is alles mogelijk, denkt u dan. Bovendien is het niet de eerste keer, want wij Belgen lijken een patent te hebben op dit soort oplossingen. Zo werd in de jaren 80 bijvoorbeeld het onweerlegbaar vermoeden van de taalkennis uitgevonden. Appart is geen burgemeester van de gemeente Voeren en het is ook niet aan de orde dat hij het zou worden. Wel is hij er eerste schepen, krachtens de gemeentewet, wordt bij ontstentenis of verhindering van de burgemeester zijn ambt waargenomen door de eerst gekozen schepen. Een andere wet, de pacificatiewet, bepaalt dat de burgemeester, al dan niet waarnemend, de taal van zijn gemeente moet beheersen. Diezelfde pacificatiewet vermoedt dat gemeentelijke mandatarissen die taalkennis bezitten, maar bepaalt ook dat ten aanzien van de burgemeester en de waarnemende burgemeester wordt toegevoegd dat het vermoeden kan worden weerlegd voor de Raad van State op klacht van een gemeenteraadslid. Het is dus wachten op een eventuele klacht van een Voerens gemeenteraadslid. Intussen sluit de regering de gelederen. Mogen wij het examen afnemen als Appart voor ons, voor de BRT, een interview in het Nederlands weggeeft? Is dat voor u voldoende? Zoals in alle andere gevallen is dat dus mijn verantwoordelijkheid. Okay. En hoe ik dat beoordeel en wanneer ik die verantwoordelijkheid kan nemen, dat zal ik bepalen. Ja, stukje politieke geschiedenis. Yves de Smet, politiek journalist met een geheugen, zit erbij. En ook uw broers. Dat is intussen de burgemeester van Voeren geworden, N-VA. Ook ja, dat onweerlegbaar vermoeden van taalkennis. Leg dat eens uit. Wel, dat zou betekenen dat jij niet kan bewijzen dat ik geen Chinees ken. Dat is moeilijk. Ja. Dat gaat dus inderdaad niet. Wij kunnen dus niet bewijzen dat bepaalde gemeenteraadsleden bij ons die geen Nederlands kennen. Wij kunnen dus niet bewijzen dat die geen Nederlands kennen. Wat horen die dan te doen tijdens de gemeenteraad? Te zwijgen. Maar we kunnen het onmogelijk bewijzen. Voor de burgemeester geldt dat dus niet. Dus ik moet bewijzen dat ik Nederlands ken. Heb ik al een tijdje bewezen dat ik dat ken. Maar ook andere burgemeesters moeten dat kunnen bewijzen. Het staat nu eenmaal in de wetgeving. Dus ik recapituleer. José Appart sprak geen Nederlands. Wou ook geen spreken. Of wou geen Nederlands spreken. En toch was er een onweerlegbaar vermoeden dat hij het wel sprak. Nee. Als burgemeester niet. Hè. Als burgemeester heb je wel een weerlegbaar vermoeden. Maar als gemeenteraadslid moest die gemeenteraadslid gebleven zijn. Dan konden wij dus niet gaan bewijzen dat hij geen Nederlands maar kende. Maar wel als burgemeester het... kon je klacht indienen. Ja, en... dan was het dus zo. Dan moest het gemeenteraadslid moet die klacht indienen. Dan is het dus zo dat wanneer hij zetelt als gemeenteraadslid. Dat hij het onweerlegbaar vermoeden heeft van de kennis van het Nederlands. Ook al kent hij het niet. Goed, spitstechnologie denk ik dan, Yves de Smet. Hoe heeft dat dan de crisis rond Voeren in de jaren 80, eind jaren 80, opgelost? Het was een van de elementen. Hè? Dus je maakt iets wat eigenlijk een in de realiteit een totale fictie is. Het is iets als die veronderstelde burgemeester. Je ging ervan uit dat iemand om gekozen te zijn dat het niet anders kon dan dat hij Nederlands sprak, want anders zou hij in een Vlaamse gemeente niet kunnen verkozen worden. Zelfs al sprak hij het niet. Dat was de fictie. En ook toen had je daar vrij hysterische debatten over. Ik herinner mij, ik ben het nog eens gaan opzoeken, maar een van de leukste was... er was ook een negatief advies van de Raad van State. Die zegt, zijn jullie nu helemaal gek geworden? Dit is improvisatie, een kunstgreep, was de letterlijke zin die de Raad van State zei. Men had ook twijfels of dat wel helemaal grondwettelijk was. En toen kwam Martens op de tribune en Martens zei, nee... het onomkeerbaar vermoeden, dat is grondwettelijk. Hadden we nu gezegd, het is een onomstootbaar vermoeden, dat zou ongrondwettelijk geweest zijn. Dus ja, het is het surrealisme ver voorbij, maar het was een van de elementen die wel gedaan heeft wat de titel van de wet was, pacificeren. Ja. Eigenlijk is het daarna in al die faciliteitengemeenten vrij rustig gebleven, tot de omzendbrief Peters is gekomen. En die heeft opnieuw het vuur aan de lont gestoken. Waarmee... Maar we hebben een periode gehad van een kleine 10 jaar... waar er eigenlijk weinig incidenten nog zijn geweest in die faciliteitengemeente. En dat was dankzij dat ding dat niemand begreep. Hoe kan je dat nu bewijzen of niet? Maar het heeft wel gewerkt.
Dus het werkt wel op die manier? Op dit ogenblik werkt het perfect bij ons invoeren, omdat de Franstaligen natuurlijk dan in de gemeenteraad niet meer kunnen tussenkomen. Want wat zij doen in een tussenkomst wordt beschouwd als ongeldig wanneer ze dat in Frans zouden doen. We hebben één zo'n raadslid die dat doet. Die heet toevallig Appart. Is de zoon van Jean-Marie Appart dan. Maar goed, voor de rest moet ik zeggen dat in de gemeenteraad, dat die gemeenteraadsleden dus het Nederlands gebruiken. Ja. Kunnen naar analogie veronderstelde burgemeesters ook een oplossing bieden? Want dat is, inderdaad, het is zo, hè? Niemand spreekt nu nog over voeren. Nee, dat is geen probleem meer in dit land. Ja, er is geen probleem meer, laten we dat niet overdrijven. Er zijn natuurlijk nog wat politieke problemen. We hebben weinig of geen problemen met de bevolking, ook niet met de Franstaligen dus bij ons. Je lost het op met surrealisme. Kan de faciliteiten, ja, problematiek. Niet alleen met surrealisme. We lossen dat ook een beetje op met toegankelijkheid tot de bevolking. Een Franstalige die bij mij naar het bureau komt, je weet dat ik als burgemeester niet verplicht ben om Frans te spreken. Hè. Dan moet ik de gemeentesecretaris erbij, maar ik doe dat dus wel. En dan zie je dat we overschakelen op ons dialect. Dat is ons bindmiddel dat we hebben. Ja. Dat maakt de stukken makkelijk. Maar nu die burgemeester wel. Ik raad iedereen aan om eens te kijken naar artikel 14 van de nieuwe gemeentewet. Blijkbaar vergeet men dat, maar daar staat dus in dat wanneer bij niet-benoeming van een burgemeester naar de algehele vernieuwing van de gemeenteraden de gemeenteraad een waarnemend burgemeester aanduidt met volle bevoegdheid. Hè, met volle bevoegdheid van burgemeesterschap. Ik herinner eraan dat ik in 2001 door toenmalig minister Antoine Duquesne ook niet benoemd werd als burgemeester omdat er 3 klachten tegen mij liepen. Ik ben ook pas 7 maanden na dat. Maar wat heb ik gedaan op 30 januari? Ik werd door de gemeenteraad met 8 stemmen tegen 7 aangesteld als burgemeester. En ik heb onmiddellijk ontslag genomen als rechtstreeks verkozen schepen, zodat de derde schepen in het schepencollege kon komen en wij volledig waren. Dat doen deze 3 heren niet. Zij blijven erbij dat ze ook schepen moeten blijven. Ja. Ze nemen, en ze hebben dus geen volwaardig schepencollege. Ze benadelen met andere woorden 1 van hun partijgenoten. Goed. Daar gaat het uiteindelijk om. Yves de Smet, nog voorbeelden van surrealisme in ons land? Wat ook een heel mooie was, was natuurlijk toen koning Boudewijn weigerde de abortuswetgeving te ondertekenen. En op dat moment zat je eigenlijk met een zware institutionele crisis. Want het logische gevolg zou zijn, ja, als er zo'n conflict is tussen parlement en koning, dan moet de koning eigenlijk aftreden. Dus dat was het einde van de monarchie, had dat kunnen betekenen. En toen heeft Martens samen met zijn kabinetchef Alen een obscuur wetsartikel gevonden dat eigenlijk ooit in de wet was gezet voor het geval dat een koning krankzinnig zou zijn geworden. Wanneer je daar een had op het paleis die voortdurend roze olifanten zou zien of dat soort dingen. En voor dat geval had men dat artikel, dat men eigenlijk iemand tijdelijk ongeschikt kon verklaren om de functie van koning te doen. Ja. En dus die krankzinnige clausule, zeg maar, die heeft men toen gebruikt om te zeggen, ja, de koning is nu 2 dagen niet in staat om te regeren. Tijdens die 2 dagen heeft de regering dan de abortuswet in plaats van de koning getekend. En daarna was de koning terug mentaal gezond en kon hij opnieuw verder. En dus hij is even 2 dagen tijdelijk krankzinnig verklaard. Daar komt het op neer. En het was opgelost. Hè. En de abortuswet was er. En de koning had zijn gezicht kunnen houden en heeft daarna nog verder kunnen regeren. Ja. Verbaast mij dat André Alen hier ook in heeft meegespeeld. In die zaak van voren was het ook André Alen die de pen mee heeft vastgehouden. Ja, hij was de man die alle achterpootjes kende. Ja, en daar is misschien ook niks fout mee. Ik bedoel, als iedereen op zijn eigen radicale standpunt blijft, ja, dan kom je nooit tot een compromis. Dus je moet af en toe een zekere fictie creëren, iets dat niet in de realiteit bestaat, maar waar wel iedereen mee kan leven, dus en waardoor niemand zijn gezicht verliest en iedereen eigenlijk een beetje gelijk krijgt. Dus zeg je van, en als dat we hebben ermee gelachen, maar het werkt wel. Het werkt wel, dus je pleit er eigenlijk voor dit soort... Ik pleit er niet voor, maar het kan wel zijn dat af en toe de oplossing in zoiets op het eerste zicht totaal belachelijk schuilt. Nu, je moet daar ook maat in houden. Hè. Martens heeft in die voerenperiode, een paar jaar voor de pacificatiewet, heeft hij ook nog eens het idee gelanceerd van, weet je wat we doen? Voeren. Je weet voeren liggen, hè, tegen de Nederlands-Duitse grens. Wat gaan we doen? We gaan dat onderbrengen administratief bij de provincie Brabant. Want dan kunnen we dat daar makkelijk... Ja. Dat was zo van de pot gerukt dat iedereen zei, ah, kom, dit kan je niet meer. En dan zei Bart, ja, oké, we proberen het weer op een andere manier. Ja. Maar dus, er is een lange voorgeschiedenis in de Belgische politiek van dingen die op het eerste zicht vrij belachelijk, surrealistisch, irreëel lijken,
Maar die nadien in de feite wel zorgen dat de boel inderdaad kalmeert en leefbaar wordt. Ja, laatste opmerking, Huub Broers, want er is natuurlijk nog een aspect dat meespeelt. José Appart heeft na die hele hetze in Voeren heeft natuurlijk wel de kans gekregen om een parlementaire carrière, onder meer in het Europarlement. Hij is eigenlijk weg kunnen gaan van dat strijdtoneel in Voeren. Dat was natuurlijk ook een deel van de oplossing. Ja en nee. Je moet weten dat José Appart nog altijd voorzitter is van de Actie op Voeronnaise en in Retour à Liège nog altijd zijn rol speelt als voorzitter en co-voorzitter. Dat is nu eenmaal zo. Maar hij gijzelt niet meer het land. Hij woont niet meer in Voeren. En dat is natuurlijk belangrijk. Hij gijzelt het niet meer. Hij zegt dat hij nog gaat terugkomen. Wel, ik heet hem van harte welkom. Hij mag bij de verkiezingen meedoen. Gelijk iedere burger die bij ons in Voeren zou komen wonen. Dat is zijn goed recht. Of hij dat nog gaat gijzelen, ik denk dat zijn ster toch wat aan het dalen geweest is. Ook in Wallonië, niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Wallonië. Hij heeft dus bewezen wat wij altijd beweerd hebben. Goed, we komen in 2012 bij de gemeenteraadsverkiezingen. Zeker kijken. Huub Broers, Yves de Smet, hartelijk dank voor jullie komst. Dank je wel.